Ja, en dan is daar het getal 42, wat natuurlijk, zodra je erop gaat letten, ook overal om je heen verschijnt. Het getal 42 komt uit een boek, De Hitchhiker's Guide to the Galaxy van Douglas Adams. En er is wel wat mee aan de hand op metafysisch niveau. Het gaat namelijk in het verhaal zo dat er een computer wordt uitgevonden die nou eens voorgoed het antwoord moet vinden op alle vragen. Nou, die doet er 7,5 miljard jaar over. Om tot de conclusie te komen dat het antwoord op alle vragen 42 is. Nou ja, waar slaat dat nou weer op? Reageert iedereen verbaasd. En precies dat is volgens mij de clue. Nou, en daarbij heb ik een model voor ogen om wat meer duidelijkheid te scheppen. We hebben het over de levensvragen. En in het midden ziet u het vraagteken dat zou dan staan in theorie voor 100% van alle mogelijke vragen die je kunt stellen. Nou, samengevat zou je dus dat kunnen beschrijven als: wat is hier aan de hand en waarom? En dan krijg je dus bijvoorbeeld antwoord A: dit is aan de hand en wel hierom. Of je krijgt antwoord B, C of antwoord D. De letters vormen dus een symbolische verwijzing naar verschillende religies. En wat je dus binnen verschillende religies altijd ziet, is dat er na verloop van tijd toch wel zeker een tweedeling plaatsvindt. Bij de katholieken en de protestanten is dat heel duidelijk. Maar de moslims zijn verdeeld in de Shiite en de Soenite. De Joden in orthodox en niet-orthodox. En van de Boeddhisten is het me even ontschoten. Maar daar schijnen, geloof ik, drie verschillende stromingen te bestaan. Nou, dat levert dan dit model op. A is onderverdeeld in A1 en A2 en zo geldt dat voor hun allemaal. De afscheidingen claimen opnieuw 100% van de waarheid over de 100% van het vraagstuk des levens in het midden. En zo kan je dus bijvoorbeeld vragen: hoe is het leven te verklaren? Nou, dan krijg je dus verklaring A1, verklaring A2, verklaring B1, verklaring B2. Enzovoort. Nou, en dat tegenover kan je dus zeggen dat de enige verklaring voor het leven is dat die het niet is. Dus dat het onverklaarbaar is, ons bestaan. Een raadselachtig wonder, dan wel een wonderlijk raadsel. Maar waar komt 42 nou in het verhaal? Nou, 42 wijst op de verbazing. En die is hier nog niet terug te vinden. Want als we hier nou eerst een bloem van maken, ongeveer zo, dan. Is de basis van de bloem het zaadje? En het zaadje is de verbazing. En de verbazing ligt ten grondslag aan elke vraag, die vervolgens tal van antwoorden kan opleveren. Dit is het zaadje, de verbazing die ten grondslag ligt aan alle mogelijke antwoorden op alle mogelijke vragen. En 42 is nou precies wat je. Zou verwachten dat hier wordt geclaimd. Nou, wat wil dat zeggen? Volgens mij vier de verbazing en laat het open. Er zou één commando zijn. En dat is keer om, keer weer, keer terug naar de bron. Dus dan zouden die pijlen. Dat zou iedereen weer het is een hele soepie, soepie hierheen gaan. Allemaal verzamelen. En neem dan allemaal je mooie kennis en wijsheden mee. En dan gaan we hier samen feest vieren. Dus 42 staat ook voor de knipoog. Neem het allemaal niet te serieus. Al heb ik dat natuurlijk hier wel gedaan. Nou, dan vergat ik er nog bij te melden dat het dus mij gaat om het opstellen, samenstellen van de omgekeerde wereldbeschouwing. En daarbij geldt dat je dus moet leren begrijpen dat het niet te begrijpen is. Dat je je moet kunnen voorstellen dat het gewoon onvoorstelbaar is allemaal. En dat je het beste kunt geloven dat het allemaal niet te geloven is. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Want je kunt niet geloven dat het niet te geloven is, want het is niet te geloven. Dus het is niet te geloven, want het is niet te geloven. Nou, dus je kan niet geloven dat het niet te geloven is. Nou, en dan moet je daarop uitkomen dat je dus kan geloven dat je niet kan geloven dat het leven ongelooflijk is, omdat het leven gewoon ongelooflijk is. En daarbij wou ik nog zeggen dat je dan het hele bestaan ook net zo goed kan opvatten als het alomvattende zelf. Het heilige zelf of het natuurlijke zelf. Wat dan bestaat uit alles en iedereen. Overal en altijd. En dat is dan verbonden door energie. En die energie kan positief of negatief zijn. En vaak is het in het leven allebei. Maar gelukkig komt dan wel na regen altijd zonneschijn.